Oh, but that, I scanned it again and it still says 102 euros. So, not an issue. Go ahead. Okay. Go ahead. Go ahead. Sorry? Stel je hebt problemen met je Gmail-account, dan is het wel fijn als er een helpdesk is die je kunt bellen. Maar Google en veel andere Amerikaanse bedrijven hebben helemaal geen telefonische klantenservice. Wat doe je dan? In Google vind je dan Nederlandse telefoonnummers. Wij belden zo'n nummer om te kijken wat er dan gebeurt. We bellen met de Gmail klantenservice omdat ik zogenaamd mijn e-mailwachtwoord ben vergeten. Thank you for calling support. How may I help you? Hello, this is Harry de Bruin from the Netherlands. I have a problem with my Gmail. Are you the Gmail helpdesk? Yes. Vrijwel meteen vraagt onze helpdesk-medewerker John of we een programma kunnen installeren zodat hij de computer kan overnemen. Is that you, John, yes, Wilson? John Wilson? Hi, yes. Hi, John. Yes. So you forget your password, right? Yes, that's the problem. Yes. And did you try on the phone also? No, I have no Gmail on my phone. Na deze vragen komt hij ineens op de proppen met de mededeling dat mijn Gmail-account gehackt is. Als bewijs toont hij verschillende IP-adressen die hier in werkelijkheid niks mee te maken hebben. Someone logged, yes, into my account? That's the reason. Yeah, try to log in, okay? Okay, that sounds serious. Om nog verder mijn vertrouwen te winnen, helpt John mij ook daadwerkelijk met het instellen van een nieuw wachtwoord. Sir, right now is working on your end, okay? Oh, but that is... Oh, okay, I'm so glad. John leidt me af met allemaal dingen die ik moet doen op mijn telefoon. Intussen probeert hij voor 100 euro beltegoed te kopen met mijn rekening. Open your phone once again on the phone. Yes. And open, do you have Google Chrome on the phone? Can you please type there on the Google Chrome www.google.com or gmail.com? Om de zogenaamde hacker te verwijderen van mijn computer moet ik 2 euro betalen. This is for the 2 euros, right? Yes, yes. Er volgt nu een vaag verhaal waarom er 102 euro op mijn betaalscherm staat. Het zou niet worden afgeschreven, het is alleen maar een kredietlimiet. Hij haalt alles uit de kast om mij daarvan te overtuigen. 2 euro deducted from your account, yes. But credit limit with the Gmail with the bank is 102. But not deducted 102, only 2, oké? Okay? Yeah. Huh? If in case... But now it says I have to... Wrong. But that's a mistake. I now see that it's... 102 euros. That was not the idea. Sir, it's a credit limit, sir. I already told you. No, it says pay. It says payment. If in any money extra deducted, I'll refund you right away. No worry about that. Okay? We worden doorverbonden met een collega, zogenaamd zijn leidinggevende. Die herhaalt het hele kredietverhaal nog een keer. But you don't really listen. You just talk right through me. Credit limit will be on your scanner, but deductions would be 2 euros. Just verifying your account, nothing will deduction, sir. I'm here with you, so scan and then submit and then check it your account. Nothing will deduction. Oh, but I scanned it again and it still says 102 euros. So not an issue. Go ahead. Okay. Go ahead. Go ahead. Sorry. Als ultieme poging rommelt hij wat in de webpagina, zodat het toch lijkt alsof het om 2 euro gaat. Maar het zegt helemaal niks. What happens now? You are not scanning that. Ik besluit mee te gaan in zijn verhaal en ga over tot betalen. For this time. Okay, pay. Pay. Yes. Oh, yes, I only have 40 euros on my account at the moment. Hello? We hebben zojuist gezien hoe geraffineerd dit soort helpdesk-oplichters te werk gaan om je geld af te troggelen. Wil je voorkomen dat je in dit soort ellende terechtkomt, dan heb ik 1 hele belangrijke tip. Zoek nooit de klantenservice van een bedrijf op via Google, maar ga eerst naar de website van het bedrijf zelf. Vind je het telefoonnummer daar niet, ga er dan vanuit dat het telefoonnummer er dan ook niet is. Wil je meer tips en informatie over deze helpdesk-fraude? Ga naar onze website.